Goedemorgen allemaal. Leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag donderdag 1 juni. En we gaan Avignon verlaten. We gaan weer op pad. Waar naartoe? We gaan het zien. We nemen jullie mee. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A nomad passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, cause I found my way. Even een pauze om een broodje te eten. We zijn aangekomen bij de sluis van Beauchastel. Zoiets. Het is een hele grote sluis in de Roorne. Want dit is dus de zijtak van de Roorne die naar Lyon gaat. Je kan alleen de boten dus de sluis niet in zien gaan hier. Het is heerlijk weer. Het is gewoon warm. En we staan hier niet alleen. Daar verderop staan tussen de bomen ook nog een aantal campers. En we gaan even een broodje eten. Dutjes en Quinny zijn ook even buiten. Die moeten natuurlijk weer even plassen. Even de beentjes trekken ook. En dan gaan we een broodje eten. En, heb je een lekker broodje? Ja, hoe noemde je mij net? Hollebolle Gijs, hè? Ja. En ik heet helemaal geen Gijs. Een stokbroodje met ham en kaas. Ja. Even een tussenstoppie. Bij de sluis, hè? Bij de sluis, ja. Dank je wel. Hele grote sluis. Je ziet alleen niks. Je ziet ze er alleen in varen en eruit varen. Verder niks. Maar ja. Volgens mij is dit ook een park vooruit, denk ik. Zal zo eens kijken. Zou zomaar kunnen. Oké. We hebben er een mooie rit op zitten. We zijn niet over de Route Soleil gegaan, we zijn richting Lyon gegaan en we zijn aangekomen in Lyons, Place Route de Soleil. En campergedrag is hier toegestaan, dat zal ik zo ook even laten zien. Gratis stroom, gratis water. Ik zou zeggen voor één nacht, perfect. Draai de camera even om. Daar is de ingang. Recht vooruit aan de grote weg, een klein stukje verderop, daar is een supermarkt. En dit is de camperplaats. En er staat in ieder geval een Italiaan. Die staat achter ons. En daar verderop staat ook nog. En je ziet het campergedrag. Prima. En wat is het vandaag geworden? Ja, macaroni met een blik allerlei groentes, boontjes en worteltjes en doppetjes en gehakt. En gehakt. Dus, je moet wat, hè? Ja, weer heel simpel, hè? Wat gewoon de wokgroenten of spaghetti groenten en dat soort dingen hebben ze hier toch niet? Nee. Maar goed, zo doet het ook. Dus,
Laat eens proberen. Nou, het ziet er toch prima uit? Ja hoor. We zijn niet zo heel erg moeilijk, hè? Ik niet. Met ketchup er doorheen. Een beetje magie. En geraspte kaas. Een stukje stokbrood erbij voor mij. Dat vind ik lekker. En ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik zou. Op de camperplek. En dan heb je één nadeel. Wat ik hem vang zo. Vliegtuig af en toe over. Maar goed, als dat alles is. Het toilet zit dicht op slot. Maar ja, je hebt in de camper alles aan boord. Hier hebben we een sportveld met verlichting zelfs. Ik weet niet of dat aangaat vanavond. We gaan het wel zien. Er staan er meerdere, zoals je ziet. Ik dacht dat er drie stroompunten waren, maar hier zitten er ook nog drie. En dit. Vanaf het vierde moet je betalen. Vierde wat, geen idee. Daar links, daar kun je barbecue als je dat zou willen. Daar staan ook wat bankjes. En we hebben hier een aantal campers. Deze bedaan komt, ik weet het niet. Daar rechts, dat zijn mensen uit België. Dat zijn mensen uit Frankrijk met een aanhanger en een klein autootje erop. Daar hebben mensen uit Italië. En zojuist komt deze camper erbij. Ook uit Frankrijk. Nou, wijs naar rechts. Aan de overkant de supermarkt. En daar loopt de eigenaar. Ik heb gelezen dat hij het samen met zijn moeder runt. Alimentation. Oh nee. Alimentation. Klein supermarktje. Maar in principe voldoende. Links de voetbalvelden. Eén voetbalveld. Er zit ook nog een tattoo shop. Er zit een kapper. Gemeentehuis, maar je moet betalen als je langer dan 3 dagen blijft staan. Er zit een restaurantje, is dat bushalte volgens mij. En daar zie ik een boulangerie.
En daar zit het restaurant waar dat lijkt wel dicht te zitten. En er zitten nog wat andere winkeltjes. Iets verder aan lopen. Een kapperszaak. En hier hebben we nog wat oude landbouwwerktuigen. Het is uit de 19e eeuw. Op de achtergrond wordt het hooi omgegooid. Een kunstwerk. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. En nog een oude trekker. Goedenavond allemaal. Vanuit Jons. Jons. Goedenavond. Klein stukje verwijderd van Lyon. Lyon. En waarom staan we hier? Ja. Tussenstopje. Tussenstopje, hè. We gaan langzaam weer richting het noorden. Maar we willen eerst nog ergens een paar dagen op een camping. Een beetje rondfietsen. Beetje rondfietsen. Het schijnt daar nog ruim een week mooi weer te zijn. Dus daar willen we nog even van profiteren. En waar is dat dan? In Colmar. Colmar. Oh ja, Colmar. Ja, dat is nog net even te ver. Hier vandaan weer, dus morgen nog een tussenstop. En daar blijven we misschien eventueel ook nog twee nachten. Ja. En dan rijden we toch echt door naar Colmar en... Gaan we daar een beetje fietsen? Ja, dan willen we daar toch nog wel een paar routes fietsen. Ja, en dan zakken we, of stijgen we, het is net hoe je de kaart neerlegt, richting Nederland. We willen nog even door Luxemburg heen, daar misschien nog een paar dagen. En dan komt het einde al wel weer een beetje in zicht. Ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Groetjes, tot de volgende. Doei.